Met een collectieve en ingestudeerde vrije trap zorgde Bernd Thijs vorig weekend in Kortrijk voor zijn 8e goal al dit seizoen. Thijs, prachtige kroeg. Heerlijke vrije trap. Nieuw was het zeker niet voor Bernd Thijs. Ja, dat is een variant. Ja, die ga ik al heel lang doen, van de tijd van Genk zelfs. Daar de Song en Thijs en doelpunt. 1-0. In het kampioenjaar 2002 scoorde Thijs zelfs 13 keer voor Genk. Nooit deed hij beter. Zijn specialiteit, strafschoppen, vrije trappen. En hij ramt er weer eentje binnen. Maar er zijn ook andere goals van op afstand. Al bij Standaard deed hij het. Draai de bal! Wat een goal van Bernd Thijs! Thijs deed zelfs wat weinig is gegund. Scoren in zijn allereerste match in eerste klasse. En hoe? We schrijven 9 september 95. Thijs is 17 jaar. Standaard staat 1-0 achter bij Eendracht Aalst. Bernd Thijs met de linker en die schiet hem binnen. Bernd Thijs, de man die is ingevallen. Een jonge Limburger. Wat een entree, wat een debuut, hè? Ja, ja. Ik kom pas uit de B-kern, dus de trainer heeft mij gevraagd om mee te komen omdat er zoveel gekwetsten zijn. Ja. En ja, ik moest 5 minuten voor tijd opkomen en hij zegt, ja, als je de kans hebt om te schieten, dan schiet je maar met je rechtse voet, zegt hij. Ik zeg, ja, dat is goed, ik zal het proberen. Is dat uw sterkste? Ja, maar ik ben toch goed tweevoetig, moet ik zeggen. Maar ja, mijn rechtse voet is toch mijn sterkste, ja.